De verarming van het volk zet zich voort op verschillende levensgebieden. Dit zegt Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij sprak vandaag bij de kranslegging bij het standbeeld van Fred Derby in verband met 1 mei Wrokomangdi. Volgens Berenstein heeft de regering meer olie op het vuur gegooid met de recente verhoging van de benzineprijs. Dit ondanks er acties worden gevoerd om de eerste verhoging terug te draaien. De vakbondsman wijst erop dat belastinggelden niet bij het volk gehaald moeten worden. De regering moet naar andere mogelijkheden zoeken om haar inkomsten te vergroten. Volgens Berenstein is de aangekondigde verhoging van het salaris van de ambtenaren een doekje voor het bloeden. De ambtenaren maken namelijk aanspraak op meer, benadrukt Berenstein. En het tegen doet dat jaren nog te accepteren. Te accepteren. Alleen, je trekt sterk in twijfel. En duurzaamheid vindt. Omdat het vast te laten financieren. Poeren in de zakken. Tot hier. Na trafie in zakken. Want, alleen, nu ligt er ook aan. Alleen, per aan de vermoedte. Dus eigenlijk, een vast vast. Na poer broekoe. Weer broekoe. En kennelijk, hou je op zullen de ambtenaren nog veel minder onverhouden. Zolang hij wordt gefinancierd, het government think. Berenstein zegt verder dat hij verbaasd moet aanhoren hoe collega-vakbondsleiders de regering verdedigen door te vragen waar het geld vandaan moet komen als het niet gehaald wordt uit de government take. Er is een aantal jaren terug in tripartiet overleg gesproken over de mogelijkheden om zaken te financieren uit de verdiensten van de goudsector, maar nu wordt hierover niets meer gezegd, geeft Berenstein aan. Ik verstaan dat u afverarmen. Za u uw eis met verbeweging, waarbij ik u eis ook toe. Verarming, als stoptegging daarvan is als eis, maar verarming aan het akkie, men nu wel aan het zien. En verarming, een crisis, een zettingsrecht voor, intra aspect, voor alle bimakangra. Ik wil ook een gezondheidszorg. De schriftambtenaar zult iets verhoeven. Behalve dat in de maatregel, in mijn winkel, voetbal de dierprijs. Voetbal voor verhoogde prijzen, verhoogde prijzen van diensten. Toen ik wat dat raar. Moet je erbij betalen. In pay die money, die medicijnen, in pay extra money voor specialistische behandeling, in pay extra money is een stuk verarming. Ook op het stuk bij de particuliere sector. Robbie Berenstein, voorzitter van C47. Volgens hem zet de verarming van het volk zich voort op verschillende levensgebieden. Dit gaf hij aan bij de kranslegging bij het standbeeld van Fred Derby in verband met 1 mei Wrokomangdi vandaag.